This is gonna be very weird. Ik vind het echt super raar om dit op te nemen. Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is een beetje een gekke video voor mij om op te nemen. Omdat ik op dit moment nog niet zo goed weet of ik dit online ga zetten, ja of nee. Als jullie dit nu zien, dan hoi. Oké, het is vandaag woensdag 23 mei. En dat betekent dat ik over 2 dagen de tweede ronde heb van Fontys Muziektheater in Tilburg. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, doe ik dit jaar 2e jaar vooropleiding voor deze school. Voor deze hbo-studie. En ik wil dus heel graag naar Fontys Muziektheater. Dat is gewoon een hele grote droom van mij. Ik werk daar al 2 jaar naartoe. Eigenlijk al 4 jaar als je alle andere vooropleidingen meetelt. Maar goed, voor echt Fontys 2 jaar nu. En ik wil zo ontzettend graag naar deze school. Dus het is, ja, jullie kunnen begrijpen dat dit gewoon heel spannend is. Ik heb vrijdag dus voor nu over 2 dagen de tweede ronde. En volgende week is dan de derde ronde, volgende week donderdag. En dan weet ik waarschijnlijk ook of ik aangenomen ben, ja of nee. Ik ben zo super zenuwachtig. Niet eens voor de auditie, maar gewoon voor het feit of ik aangenomen word. Zo super spannend. Ik ben wel helemaal ready voor de auditie. Dat gaat helemaal goed komen. Maar of ik aangenomen word vind ik echt rete spannend. Ik weet het gewoon niet. Er zijn super veel goeie die op zo'n auditie afkomen. En ook al kennen ze je al 2 jaar. Tuurlijk, misschien heb ik wel meer kans op dit moment. Maar het blijft gewoon heel spannend. Want ik weet gewoon dat ze altijd hele moeilijke keuzes moeten maken in die laatste ronde. En dan kan ik er ook zomaar gewoon weer uit liggen. Maar het is gewoon zo spannend. Want dit is wel een beetje mijn laatste kans. En ook, ja, ik weet niet, ik ben er gewoon ook zo klaar voor nu op dit moment. Ik ben gewoon zo ready om dit te gaan doen nu. En om aangenomen te worden. Maar ja, maar goed, ik film deze video nu voor mezelf. Om een beetje terug te kunnen zien hoe ik deze audities heb doorstaan. En hopelijk kan ik aan het einde van deze video natuurlijk goed nieuws geven aan jullie. Het is heel gek dat ik dit nu film, dat je aan het eind van deze video dat je dat gewoon weet. En alsnog voelt het voor mij heel ver weg, want het is pas volgende week. En wat is een week nou uiteindelijk, maar toch voelt het nog zo ver weg. En het is zo spannend, ik wil er ook gewoon eigenlijk nog niet over nadenken of zo. Vandaag was de tweede ronde van Fontys. En het ging echt heel erg goed. Zang vond ik heel erg goed gaan. Mijn monoloog ging heel erg goed, daar was ik heel blij mee. Sorry trouwens voor mijn verwilderde en natte haar, maar goed. Dans was echt super leuk en ja, ik ben tevreden over vandaag. Ik weet niet, het ging gewoon goed en ik heb alles gegeven wat ik kon geven op dat moment. En dat ging allemaal goed en natuurlijk gaat het nooit perfect. Natuurlijk denk je altijd van, had ik dit maar misschien wat beter gedaan of dit. Maar goed, dat heb je altijd. Het kan niet perfect gaan. Niemand is perfect, dus ik moet gewoon accepteren dat het zo is. Maar over het algemeen ging het gewoon ontzettend goed en ben ik hartstikke tevreden. Dus dat is heel fijn. Hallo allemaal. Het is vandaag vrijdag 1 juni. Aan het weer is dat ook echt te zien. Maar het is keihard. Wij krijgen vandaag, of tenminste ik krijg vandaag mijn uitslag over de opleiding. Ik heb gisteren de derde ronde gehad en... ja, het ging goed, maar ik heb niet meer zo heel erg veel gedaan in de derde ronde. Maar ja, het was leuk. Het ging goed allemaal. Maar goed, ja, we krijgen dus vanavond uitslag. Maar het is nu 7:30 en ik heb mijn telefoon al 4 uur lang uitstaan. Omdat ik gewoon gek word anders. Dus ik ga zo meteen mijn telefoon aanzetten. Ga kijken of er al iets is gebeurd. Ze hebben geen tijd aangegeven wanneer ze zouden mailen. Wie weet is er al een uur geleden gemaild en ga ik nu pas kijken. Ik weet het niet. Ik ga het in ieder geval filmen voor jullie. En dan moet je gaan nadenken, dan moet je praten. Er zijn een paar mensen waar ik bij de RTL... Ik ben gewoon aangenomen. Door een deur kan het aan en mij is ja. Oh, ik kan echt niet. Dit is niet normaal. Oké, ik moet... Vloggen kan ik even niet aan. Doei. Ik ga stuk. Ik had eigenlijk het moment gefilmd dat ik aangenomen was dat ik de mail opende. Maar het heeft gewoon niet... Mijn moeder heeft het waarschijnlijk door alle stress uitgedrukt. Nou ja, ik ben dus aangenomen. Oh, dat is wel jammer, want nu hebben jullie het helemaal gemist. Maar waarschijnlijk was het toch één grote mes, dus lekker boeiend. Maar, oh, ik ben zo intens gelukkig. Sorry voor deze enorm...
hyper vlog en zo chaotisch, maar ik ben gewoon aangenomen op mijn droomopleiding. Ik ga gewoon studeren in Tilburg. Ik ga er wonen. Ik ga de studie doen die ik gewoon met heel mijn hart wilde volgen. En waar ik zo hard voor heb gewerkt. En dit is gewoon bizar. Ik kan het gewoon echt niet geloven dat ik gewoon mijn droomstudie mag gaan volgen. Ik kan het gewoon niet geloven. Oh my god. Nou goed, voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie met me meegeleefd hebben. Ik vind het heel lief dat heel veel van jullie met me meegeleefd hebben. En elke keer lieve berichtjes naar me stuurden. Dus ja, heel erg bedankt daarvoor. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Love you.